En waar had frisse wind voor opskoerswargen in de gemeente Rie van Haas? Een jaloer van de Rietskeerkomst juste joen liet de partij per e-mail weten de tenijn net meer bijwijzen te wollen. Nevens de fractie omdat het college in de Rie de inwenners van Haas net serieus neemt in de discussie over de afvaloven. De politiek is vernuveren. Ja, dit is natuurlijk onbestaanbaar. Dat kan natuurlijk niet. Ik bedoel, zeker als je tot de grootste fracties in Hallingen behoort. Je hebt mensen zoveel beloofd. En dan zeg je gewoon, we komen gewoon niet meer. We strijken de vergoeding wel op, maar we komen niet meer op het stadhuis. Ja, ik vind het onbestaanbaar. Nou, ik denk dat het moreel in ieder geval niet kan. Die stelling moet ik nou toch maar innemen zo langzamerhand. Er is in een gemeente als Harlingen natuurlijk veel meer aan de hand dan alleen kwesties naar aanleiding van de rek en mogelijke uitstoot. Fractievoorzitter Jennifer Stevens wil juist absoluut geen commentaar van de Kamer aan jou. Zat mij ze krijgt worst zijn dat ze de vergoeringen van het fractiewerk ten broeken wil voor een zelfstandig onderzoek naar het functioneren van de rek. Ze is al bewust dat de politieke werk in Haas uit meer onderwerpen besteedt dan alleen nog de rek. Maar ze vindt de Rie en het college net capabel genoeg om daar besluiten over te nemen. Ja, dat vind ik lullig. Ja, dat liep nergens op. Waardeloos. In één woord, waardeloos. Bestuurskundige Rieks Ozinga van de Torbek Academie in Ljouwt neemt de Haas-situatie uniek voor Nederland. We hebben wel situaties gezien in Nederland, vrij recent ook wel, ook in Friesland, dat individuele raadsleden uit een fractie stappen. Of zelfs ook niet opkomen dagen bij meerdere vergaderingen. Maar dat een complete fractie dit besluit neemt, dat is uniek. En burgemeester Sluiter twijfelt of Frisse Wind nou nog langer jocht had op financiële vergoeding. Ik ga wel uit laten zoeken of dat überhaupt kan. Of dit een goede besteding is met middelen die tenslotte van de gemeente komen. Frisse Wind zei Takkemewieke zelfs haar een besluit en verdere plan taljochtje te zillen.